Ik zag hier onder mijn bureau. Oh, je gaat er ook echt onder nu? Ja, 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 ja. Ik heb een doosje. De eerste dames VI-slips zijn binnen. Oh, mag ik die zien? Ja, nou je mag ze passen. Ja, jij gaat hem passen. Zeg maar welke maatje wil je. Oh, dat gaan we nu al doen. Ja, hier gewoon voor de camera. Lijkt mij. Jij, jij met die doos ook, hoe je er nu bij zit. Hier, helemaal blij. Een emmetje. Oh ja. Gooi eens hier. Ik heb een L'tje. Nou, mag ik? Een emmetje. Ja, of S hoor. Nou, waar doen we een emmetje? Ja? Een S? Nou, ik denk dat dat niet in de categorie Veronica inzat. Zit het er niet bij? Onze doelgroep is niet zo van de S, denk ik dan. Nee, nee. Het is meer van de M en de L en XL. Ja, een emmetje. Ja. Kan nog een keer in de droger. Nou. Ja. Nou, kijk eens, trek hem eens aan. Ja. Oh, ja. Moet je er nog één? Ja. Nou, wel grappig dat. Denken nu van wat gebeurt. Celine moest gisteren naar de Bima Award. Boxer Ladies. Boxer staat Ladies. Erop, met een leuk voetbalveld op de voorkant. Ja, ja. Is mooi gemaaid, dat veld. Ja, is kort, kort gemaaid. En? Oh, ja. Nou, dit moet wel lukken hoor. Nou, ja? Trek eens aan dan. Nou, gaan leuk dingetje. Leuk dingetje. Nou, laten we even. Celine trekt de slip nu aan. Ja. En dan laten we even voor social een foto maken. Ik denk nu dat de webcam belaagd wordt op dit moment. Oh, ja. Allerlei mensen die thuis zitten, die denken dat we het gezien hebben. Je moet even goed voor de webcam gaan staan. Ja. Kijk, daar ben je, ja, daar ben je goed zichtbaar inderdaad. Ja. Ja? Niet zo hoog, joh. Wat nou weer niet hoog? Ja, je trekt hem helemaal hoog. Hij zit toch bijna op mijn knieën? Jezus. Nou, niks mis mee, toch? Nou, ik zeg, lekker broekie, maar ik dacht dat we ook strings hadden. Nou, daar gaan we nu aan werken. Als ik dit zo zie, gaan we ook aan de strings werken. Geef eens een schaar. Ze kunnen bellen, die dames die dat willen. 0909-8090. Oh ja, en is blauw met een rood streepje. Als ze een goed verhaal hebben natuurlijk ook. Anders kan het natuurlijk. Moet wel een goed verhaal. Waarom je denkt dat je richt op zo'n slip. Geef deze allemaal weg. Heb je die andere kleurtjes ook? Andere kleurtjes? Nee, het is allemaal... Alleen maar die blauwe. Ja. Ik vind die zwarte ook wel leuk. Zwart is ook goed. Ja, niks mis mee. Van Sylvana, hè? Oh, je wilde iets vertellen over de Buma Stembra. Waar, wat moet ik vertellen? Nou, het grappige, Celine ging gisteren om 17:15 de wc in. En ik kwam pas om 7 weer uit de wc. Hoe weet, zag jij, ik. Hoe weet jij dit? Je was al weg. Nou, er hangen camera's op de wc. Ja, nee, maar... Heb je daar omgekleed of zo? Ja. Ja. Maar je had ik zag je gisteren bij Show News een hele... Prachtige jurk aan. Maar je stond onder andere met Marco Borsato en met John Eubank en met Armin van Buren. En die keken overal naar, maar vooral naar jouw décolleté. Is dat zo? Ja, die stonden al non-stop daarnaar te kijken. Oh, dat had ik niet door. Oh. Volgens mij keken ze naar hun award. Nou, die was dan op Ogo. Maar mijn vraag was, had jij een BH aan? Nou ja, doe even normaal. Ja, in dit zeker. Programma kan alles. Kom op, Niels, niet moeilijk doen. Ja, die had ik aan. Oké. Ja. Maar Rick dacht dus blijkbaar van niet. Ik dacht echt dat je geen BH aan had. Nee, dat is een hele vernuftige BH. Is dat. Ja. Ja, die bestaan hoor. En hoe bestaan die? Hoe zien die eruit dan? Het zijn plakdingen. Plakken? Ook een soort kipfiletjes. Maar genoeg over mij gepraat? Ja? Ben je er klaar mee? Oké, straks ook nog. Jan Roos.